Goedenavond. Welkom bij deze alweer 55ste uitzending van Laat je bemoedigen op woensdag 4 maart 2021. We begonnen eraan toen er in de kerk weinig meer kon. En nog steeds zijn we er wekelijks. En fijn dat u en jij ook vanavond afgestemd hebben op deze uitzending. We lezen vanavond uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 22. Woorden die David sprak terwijl hij bijna aan het einde van zijn leven was. Want in 2 Samuel 23 lezen we de laatste woorden van David. In elk geval kijkt David terug op zijn leven en ziet hoe de Heere hem heeft gered uit de hand van al zijn vijanden en van Saul. We lezen dus 2 Samuel 22. David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei: de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt u mij verlost. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Want golven van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan, banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan, ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. En ik lees door in vers 17. Hij stak zijn hand uit van omhoog, hij greep mij, hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haten, omdat zij machtiger waren dan ik. Ze hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, hij redde mij, want hij was mij genegen. Ik sla weer een stukje over en lees door in vers 30. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De woorden van de Heere zijn gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw vernederen heeft mij groot gemaakt. Tot zover lezen we uit de Bijbel op deze avond. En ik lees u ook de tekst en die komt uit Psalm 18, vers 30b, waar deze woorden staan: met mijn God spring ik over een muur. Psalm 18, vers 30b. Ik heb boven de meditatie geschreven: zo kan ik het overzien. Toen we de tekstwoorden zojuist lazen, ging u wellicht ook een licht op. Met name door deze woorden: met mijn God spring ik over een muur, is Psalm 18 bekend. Eigenlijk is, en u moet dat vanavond nog maar eens gewoon naast elkaar leggen, eigenlijk is 2 Samuel 22 gelijk aan Psalm 18. Oh, zeker als je deze beide Bijbelgedeelten woord voor woord vergelijkt, zie je best hier en daar een verschil. Maar meer dan alleen de grote lijn vind je in beide terug. Een opvallend verschil trof ik wel aan in vers 2. Vers 2 van Psalm 18 wel te verstaan. Daar staat: ik heb u hartelijk lief, Heere,
mijn sterkte. Dat vinden we niet in 2 Samuel 22. Maar wat mooi dat er in Psalm 18 staat. Zeker als we ontdekken dat hier voor liefhebben een heel bijzonder woord staat. Het is geen liefhebben in de zin van houden van. Het is het werkwoord dat als het over God gaat wordt weergegeven met het woord erbarmen. Vaak vertaald met de uitdrukking Gods ingewanden, u kent die ouderwetse uitdrukking wel denk ik, Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Zo is God bewogen met mensen in nood. Maar als die mens in nood ontdekt hoe groot Gods ontferming is, dan doortrekt de liefde tot hem heel je bestaan. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. Is dat bij u en bij jou zo? Heb je de Heere lief, omdat hij je sterkte is, dat je kracht van hem is? Laat je bemoedigen. Deze uitzendingen dragen niet zomaar die naam. Soms ben je ontmoedigd. Ben je somber. Ben je moedeloos. Er kunnen zoveel dingen zijn in je leven. Soms zie je ergens tegenop als tegen een berg. Zo groot. Denk bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw jaar. Hoe lag 2021 als een berg voor je, nadat we al 9 maanden met coronabesmettingen te maken hadden en met alle gevolgen van dien hadden te dealen. Inmiddels zijn we alweer 2 maanden verder en wordt er gesproken over licht aan het eind van de tunnel. En dat zal best, maar vooralsnog zitten we in die tunnel, hoor ik iemand zeggen. En hij lijkt steeds langer te worden, die tunnel, waardoor het licht nauwelijks dichterbij komt. Je vindt het best moeilijk. En je vraagt je af, van waar zal er hulp komen? Het is de vraag die ook Psalm 121 verwoordt. Maar diezelfde psalm geeft ook het antwoord. Mijn hulp is van de Heere. Dat heeft ook David ervaren in zijn leven. Ik vraag je, heb je diezelfde ervaring als David? Mijn hulp is van de Heere. Als je terugkijkt, ontdek je dan ook een God die van geen wijken en van geen wankelen weet? Hoe wonderlijk dichtbij was hij. Ook in groot verdriet en in gemis. Het is goed om met David achterom te kijken. Nee, niet steeds, maar wel nu. Hij schreef namelijk Psalm 18. Aan dit lied ligt een geschiedenis ten grondslag. De Heere heeft hem gered uit de handen van Saul. Wat kan de berg soms hoog voor je oprijzen? Zo hoog dat je geen blauw van de hemel meer ziet. Tenzij je zo ver omhoog kijkt, je hoofd in de nek legt, dat je omvalt. En als je dan op je rug ligt, dan zie je geen berg meer. Maar dan zie je alleen nog het blauw van de hemel. Als je omvalt, valt het mee. Denk er maar eens over na. Als je omvalt, valt het mee. Als je zelf omvalt, moet je alles loslaten. We kijken met David terug en we vatten moed. In het verleden liggen lessen voor het heden. De moeite van het heden kunnen je blind maken voor Gods hulp in voorbije dagen. David looft God, omdat hij hem op allerlei manieren heeft geholpen. Ondanks David. U weet het nog wel, het volk dat zong, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David daarentegen zingt een ander lied. God heeft het gedaan. En daarom zal ik de Heere hartelijk lief hebben. Het was niet niets wat er in zijn leven was.
We hebben het gelezen zo even. Luister nog maar een keer hoe hij het zelf omschrijft. Hij zegt golven van de dood. En hij spreekt over beken van verderf. Banden van het graf. Valstrikken van de dood. Als dat geen nood en als dat geen ellende is. En hij noemt de Heere mijn sterkte. Zonder de Heere was David nergens. De God van David is de levende God. In de nu al voor ons een jaar durende gezondheidscrisis doen we er alles aan om van het virus verlost te worden. Er is een terugkerende en verscherpte lockdown. Er is de avondklok. Er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, niets in je elleboog enzovoort. En niet te vergeten de vaccinatiecampagne die inmiddels goed op stoom is gekomen. Allemaal zaken die eraan mogen bijdragen dat het weer beter wordt en dat het leven leefbaar wordt. Maar in al die dingen die gebeuren, waar is God? Heeft David, hebben wij onze tienduizenden verslagen? David zegt, ik riep tot de Heere die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Geef de Heere de eer, roep hem aan. Wat doet die God van David? Maakt hij alle bergen tot een vlak veld? Dat kan hij wel, maar dat doet hij niet altijd. Wat kan de berg van een zwakke steeds minder wordende gezondheid hoog zijn? En denk ook aan de weinig minder wordende aantal besmettingen. Maar ook kan er zich in je huwelijk een steeds groter wordend probleem voordoen. En de zorg om je kinderen zie je met de dag groeien, een niet te torsen last. En je bedrijf haalt de prognoses bij lange na niet vanwege de lockdown. En wie weet of je je deuren straks, de deuren van je bedrijf, wel weer kunt openen of voorgoed sluiten. En hoe houd ik het als jongere uit met nauwelijks sociale ontmoetingen, nu de school al zo lang gesloten is en ook nu nog maar gedeeltelijk open gaat? En zal mijn verwarde psyche zijn evenwicht terugvinden? En zal ik het redden nu ik zonder man, zonder vrouw, zonder vader, zonder moeder verder moet? Of nu ik een geliefd kind verloren heb? Wat een vragen en zorgen. We staan in de opening van het hek op de Dam van het tweede jaar met corona. En we moeten erover. Maar we durven eigenlijk niet. Het is net of er voor de opening een muur staat. Wijlen dominee Abma schreef ooit bij deze psalm: met mijn kop loop ik tegen de muur. Dat zeggen wij ook. Ik zie er zo tegenop. En ik kan er niet meer tegenop. Maar de tekst zegt heel wat anders. De tekst zegt, met mijn God klim ik over een muur. Ik spring er zelfs over. Met mijn God. Hoe belangrijk is dat? Mijn God. Dat geeft de relatie aan. In het geloof leerde ik toe te eigenen. En mocht ik zeggen, ik ben zijn eigendom. En hij is mijn God en mijn vader, zorgend van begin tot eind. Met hem spring ik over een muur van zorg, verdriet en moeite. Zonder God loop ik stuk op die muur. Met God spring ik erover. Springen, klimmen. Je wordt er niet over gegooid. Het is bid en werkt. Wij krijgen de muur niet omlaag. We horen dat het virus mogelijk onder ons zou blijven. Het is er. Het gaat even weg. Het komt terug in een iets wat andere gedaante. Maar het is ook niet nodig dat wij het virus, eronder krijgen. Ik krijg die muur niet omlaag. Ik krijg hem niet omver. God zegt als het ware, ga maar
in mijn handen staan, dan help ik je erover. Zoals je dat vroeger deed, als je ergens overheen moest klimmen. U weet wel, je helpt elkaar. Ga maar in mijn handen staan. Met mijn God ren ik door sterke benden. Je zult toch zo'n God hebben? Wat zegt u? Laat ik het anders zeggen. Je hebt zo'n God. Je vindt veel christenen tegen een muur gedrukt, zegt dominee Abma, waar ze met hun God nodig is overheen moesten springen. Hij kon dat zeggen. En je accepteert het van hem. We hebben een Godgemeente die ons op zijn handen draagt. Wat zullen we dan van deze dingen, van deze muren zeggen? Zo God voor ons is, wie en wat zal tegen ons zijn? Lees ik in Romeinen 8, vers 32. Wij leven in de Lijdensweken. Er stond er één tegen de muur. Nee, hij werd niet voor het blok geplaatst. Samen met zijn vader had hij het goed gevonden. God gaf zijn zoon en hij gaf zijn leven voor mij. In veel strijd. Zo schenkt de Heere mij hulp. Alle dingen met hem, zegt apostel Paulus. En zonder hem is er geen doorkomen aan. Met hem kom ik zelfs over de hoogste hindernis. Wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Hij omgordt mij met kracht. Heere, ik heb u lief, omdat u mij eerst lief gehad hebt. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere, almachtige God, Vader in de hemel. Wij danken u dat we ook dit moment van bemoediging mochten ontvangen. En dat u het bent die ons zo meeneemt in uw woord. Zo'n enkel woord uit een lange psalm. Met mijn God spring ik over een muur. En die muur kan zo hoog zijn dat we denken, daar kom ik nooit over. En die bende kan zo dicht gedrongen zijn dat we denken, ik kom er nooit door. Maar we lezen zelfs dat we met u door die legerbende rennen. En met u over die muur springen. Geef dat we zo ook vanavond door u bemoedigd zijn en kracht ontvangen om zo tegen de moeite van het leven op te kunnen. In uw kracht. Want u bent mijn God. U bent mijn vader. En wat heeft dat veel gekost? Om zo te mogen zeggen, ik ben uw kind. U gaf daarvoor uw eigen enige zoon over. En u, Heer Jezus, gaf zich aan het kruis. Maar nadat u gestorven bent en begraven was, bent u opgestaan uit de dood. U bent de levende. En u zegt, zie op mij. Dank u wel dat we zo achter u aan mogen komen en bij u moed mogen putten. We leggen alle noden bij u neer. Heer, we bidden voor de zieken die er zijn. Voor mensen die besmet zijn en die nog tobben met de nasleep. O Heer, mogen ze ook dan van uw kracht ontvangen. We bidden voor allen die lijden onder alle maatregelen. We denken aan al die mensen die hun zaak niet mogen openen nog. Niet dat er geen begrip voor is wellicht, maar Heer, wat een last. Wij bidden van u. Wilt u overeind houden? De mensen en hun bedrijven. Omdat ze straks weer verder kunnen. Geeft u moed. Geeft u kracht om op u te zien. En dat ze mogen weten, met mijn God spring ik over een muur. Want wie is God behalve de Heere? En wie is een rots
dan alleen onze God. Heere, hoort u ons bidden. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Dick Sanderman zal nu de melodie spelen van lied 472. En ik zal u daarvan twee coupletten de woorden lezen. Lied 472, vers 1 en vers 2. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja, hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan hem geven, omdat ik weet, in vreugde en leed, zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. Dank voor uw kijken en luisteren en ik wens u nog een hele fijne avond. Tot ziens, hopelijk.